Ik was gewoon zo goed op dreef. Ik heb het zo lang volgehouden, het vloggen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag 7 januari. 6:30 ochtends, 6 uur in de wekker. Ik moet zeggen dat ik aardig goed uitkwam, terwijl ik echt kapot moe ben. Het liefst had ik gewoon blijven liggen, want ik kwam weer niet in slaap gisteravond, terwijl ik echt super moe was. Dat was super raar. In ieder geval, ik zit hier met een badjas, een trui, een hemd. En een kachel, omdat het wel echt heel erg koud was. Ik ben nu trouwens bezig met mijn make-up. Ik heb helemaal geen zin om make-up al te doen, maar het is wel echt nodig, want ik zie er heel slecht uit. Ik moet vandaag naar school tot 5 uur, van 8:30 tot 5. En ik zit er super erg tegenop. Normaal heb ik vandaag een examen van Nederlands. Alleen ik heb me totaal niet voorbereid, dus ik denk dat ik het niet ga doen. Maar dit geldt niet voor de hele klas, maar alleen maar voor de mensen die het versneld doen. Maar ja, weet je, ik heb zoiets, dat kan ik altijd nog doen. Ook als de rest van de klas me gaat maken. Doe in ieder geval je duimpje omhoog als je zin hebt om mee te kijken. En me heel veel succes wensen op school. En heel veel kijkplezier. Goedemorgen, mijn man. Hallo. Goedemorgen. Diego gaat er al vandoor. Dag. En ik ga even mijn ontbijt eten. Ik heb gewoon, dat is melk met een soort brinta. Maar dan wat huismelk. Maar maakt niet uit. Ga ik even snel opeten en dan mijn tanden poetsen en dan ga ik al wel weer vandoor. Het is 7:05 en ik loop aangekleed en al. Logisch natuurlijk, want ik was wel aangekleed. En ik moet even doorschokken, want het is dus 7:05 en over 3 minuten komt de bus. Ik vind het echt zo knap van mezelf dat ik nu gewoon buiten loop. Want ik had echt verwacht dat ik gewoon vandaag niet mijn bed uit zou kunnen komen. En dat ik gewoon al blijf liggen of zo. Het is ondertussen 10:50 en ik begin nu pas weer met filmen. Ik heb al een tijdje school gehad en ik heb bij praktijkles alleen even gewatergolf, niet eens het hele hoofd, want ik had er gewoon geen zin in. En net hadden we Nederlands, toen heb ik even geëdit. Nu loop ik met een klasgenootje even in de stad, want ze heeft oortjes nodig. Dus ja, hè, dan ga ik even mee. Straks hebben we nog rekenen en nog een paar uur Engels, vreselijk. En ja, nou, verder heb ik eigenlijk niks te vertellen, het is echt een saaie dag. En ik zat er echt aan te denken om minder te gaan uploaden of zo in het weekend niet. Want ik merk gewoon dat die vlogs dan minder worden bekeken. En dan kan ik ook een paar rustdagen nemen. Maar ik weet niet hoe jullie erover denken. En ik ga nog even bedenken of ik dat wel ga doen. Want ik vind het niet leuk om vlogs van 4 of 5 minuten te hebben. Want ja, in de vakantie kon ik meer filmen. Nu zie ik weer op school. En ja, zoveel leuke dingen doen we daar niet. Laat weten wat je van het idee vindt. Ik zit er even op mijn schoolrijd daar en ik zie mijn hoofd. Dit is zo toevallig. Dit is de eerste keer dat ik hem zie, hè? Echt? Ja! Nou, we hebben even de oortjes gekocht en we gaan nog even naar het kruidvat. En we hebben nu even lekker een smoothie. En waarom stel ik niet scherp? De camera is echt verrot volgens mij. Joehoe! Welke heb jij? Met aardbei en framboos. En ik heb met mango, avocado en dragonfruit. Dragonfruit en bosvruchten. En ik heb nog nooit dragonfruit op. Het is echt lekker. Mm-hmm. Ja. Er zit niet heel veel smaak aan, maar... Het was vol mineralen. Oeh, zo. Dat zei ze. We gaan nu weer terug naar school. Ik heb even een broodje gezond gekocht. Echt erg, want ik heb gewoon crackers mee. Maar ja, je kan onderweg geen crackers gaan smeren met smeerkaas. En ik val bijna neer. Dus ja, het is weer eens gebeurd. Het is niet geloofd. Neem ik eten mee, koop ik het nog. Het is alweer 6:00 en ik loop weer richting huis. Het was echt een vermoeiende dag. Ik was het helemaal niet meer gewend om vroeg mijn bed uit te komen. Ik kwam gisteravond al helemaal niet in slaap. Omdat je ritme natuurlijk helemaal verstoord is in zo'n vakantie. Laat slapen en echt super lang uitslapen. Ik moest dus vanochtend 6:00 mijn bed uit en... Het ging op zich wel, maar de hele dag heb ik hoofdpijn gehad. En ben ik gewoon onwijs moe geweest. Dus ik ben totaal niet productief bezig geweest. Ik had ook totaal geen zin om te vloggen. Want ik wist niet wat ik moest vloggen. Ik heb zo het gevoel dat jullie de vlogs niet meer leuk vinden. Want ik heb zo het gevoel dat het elke dag hetzelfde is. En misschien ervaren jullie het helemaal niet zo, maar ik wel. En ik wil gewoon heel graag weten of jullie het oprecht leuk vinden. En of je misschien een ander idee hebt wat ik kan doen. Ik wil in ieder geval niet gaan weekvloggen. Want dat ga ik dan sowieso natuurlijk als reactie krijgen van ga weekvloggen. Nee, dat is gewoon mijn ding niet. Ik wil gewoon wel vaak kunnen uploaden. En ik heb gewoon geen tijd om video's in mijn kamer op te nemen. Omdat ik ook gewoon nog geen eigen kamer heb. Want we zijn nog niet verhuisd. Als je nou een goed idee hebt voor mij, laat het weten. En het lijkt me ook gewoon leuk om bepaalde dingen toe te voegen in mijn vlog. Zodat het gewoon meer op een echte video lijkt. Alleen ik weet gewoon echt niet wat. Ik ben gewoon inspiratieloos. Dus laat even weten of jij een leuk idee hebt. Of meerdere ideeën. Alsjeblieft, help me ermee. Want ik weet het allemaal even niet meer. Ik was gewoon zo goed op dreef. Ik heb het zo lang volgehouden, het vloggen. En ik wil ook gewoon niet stoppen. Maar ja, ik vind het gewoon vaak akkoord op school om te filmen. En ik heb net trouwens eventjes gebeld naar een nagelsalon. En ik ga woensdag acrylnagels laten zetten. En heel misschien ook wimperextensions. En ik heb echt super veel zin in. I love it. Ik vind dat zo mooi, acrylnagels. Ik heb dat 1 keer gedaan.
En ik wilde het echt gewoon nog veel vaker. Alleen het kost best wel veel geld. Dus ik had met mezelf afgesproken. 1 keer in de zoveel tijd mag je het laten doen. Want het is ook nog eens heel erg slecht voor je nagels. Dus vandaar. En ik heb ook nog steeds geen nieuwe stage. Dus ik moet echt op zoek gaan en bellen. Want dit kan natuurlijk niet lang. Anders krijg ik echt problemen met school. En dat wil ik niet. Ik ga in ieder geval nu weer teruglopen naar huis. En dan gaan Tigo en ik zo lekker eten. Want zijn zusje en moeder zijn net anders. Dus we eten even samen. En we eten lekker pasta met garnalen. En oh my god, I love it. Pasta pesto met garnalen. Ja, soms heb je gewoon van die dagen dat je gewoon zo erg twijfelt aan jezelf. Dat heeft waarschijnlijk iedereen. Überhaupt in elke branche wat je ook doet. Dat je denkt, doe ik het wel goed? Vinden ze me leuk? Of ja, weet je. Soms heb je die dipjes. En ik hoop gewoon dat jullie me steunen. En blijven liken en abonneren en kijken. En ja, laat gewoon ideeën achter. Geen weekvlogs nogmaals. Maar dat zou me wel heel erg helpen. Joe, wie is die lekkere jongen achter de deur? Hey baby, kan ik zeg. Heb je gewoon gemist? Ja. Ja, mij ook hè. Zeker. Gaan we eten? Yes, alleen. Is er niemand thuis? Nee. Yes, dan kan ik schreeuwen. Hier is lekker warm. Oh, het ruikt hier echt zo lekker. Ik heb honger. Ik weet niet of het warm is, hè? Denk het wel, hè? Nou, Tigo heeft gekookt. Nee, grapje, was maar zijn feest. Zijn moeder heeft gekookt natuurlijk. Love it. We zijn lekker aan het eten, jongens. Ik hou van de pasta. Ik heb gemerkt in een brief. Ze hoeven in de tussentijd niet weg. Dus ze kunnen hier gewoon blijven werken of studeren. Dank je wel, als je het lekker eruit vindt. Ik heb net lekker gegeten en ik ga nu even het bed verschonen, want vind ik wel zo fris. Ik vind het altijd vies om onder een vies bed te liggen. En de kat zit onder het bed. Moet je kijken. Wat ben je? Hey! Zit je lekker in je poesie? Ja! Dan slaap ik echt veel beter en ik wil graag vannacht goed kunnen slapen. Want ik kon gisteravond weer niet goed slapen. Maar het komt nu wel goed. Schoon bed, warme kamer. I think it will be okay. Ik ga nu nog eventjes wat opruimen hier en daar. Want hier ligt allemaal schone kleding. Die ga ik even opruimen, ook die van Tigo. Beneden staat nog een tas. Dan ga ik even wat spulletjes en was doen. En opruimen. En daarna ga ik even verder met mijn vlog. En dan gaan we daarna straks lekker Ex on the Beach kijken. En daar heb ik heel veel zin in, want dat vind ik echt super leuk. Wij hebben net Ex on the Beach gekeken. En we zijn begonnen aan de film. Aan de serie. Hoe heette die nou? You. En Tigo kijkt nu mijn vlog. Nee, doe maar. Wacht. We gaan in ieder geval nu slapen. Ik poes nog even mijn tanden. Maar ik sluit wel alvast even de vlog af. Doe een duimpje omhoog. Doei. Showed up at the right time. In a broke down limousine. All you had was red light. When it turned them all to green.